welkom bij deze nieuwe video. Make-up Revolution is weer uitgekomen met alweer een nieuwe make-up lijn. Echt jongens, ik hou dit merk niet meer bij. Ze zijn laatst nog uitgekomen met een hele nieuwe make-up lijn. Revolution Relove, daar heb ik ook een hele video over gemaakt. Dat is een make-up lijn met allemaal make-up van 6 euro of minder. Dus allemaal super goedkoop. En nou hebben ze weer een nieuwe make-up lijn. En dat is Planet Revolution. En dat is een make-up lijn met allemaal duurzame make-up. Dus alles is vegan en cruelty free. Geen schadelijke ingrediënten, geen schadelijke verpakkingen. Alles is goed voor het milieu. En het is echt letterlijk een heel nieuw make-up merk onder Make-up Revolution. Dus het is niet gewoon een kleine make-up collectie die valt onder Make-up Revolution. Nee, het is echt een complete nieuwe lijn. Ze hebben ook een hele eigen Instagram en alles. En dat is dus Planet Revolution. Het is vooralsnog een kleine make-up collectie. Ze hebben nog niet echt heel erg veel uitgebracht. Maar ik heb gewoon geprobeerd om van alles op zijn minst één product te kopen. De collectie is gewoon te koop bij Boozy Shop. Dus het is gewoon makkelijk te bestellen bij ons. Maar je kunt ook gewoon bij hun op de website bestellen. Hun make-up wordt verzonden vanuit Engeland. En je hoeft dan geen douane of niks te betalen. En de verzendkosten zijn ook laag. Ik heb al heel vaak bij hun website besteld. Dus toen ik deze make-up lijn zag, dacht ik, ik ga dit uitproberen. Dus ik heb het gewoon allemaal besteld. Het is dus geen PR. Ik heb het allemaal gewoon zelf besteld. En we gaan gewoon eventjes vandaag bekijken wat we ervan vinden. Dus vind je het nu al leuk en ben je nu al enthousiast, net als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik ga vandaag beginnen met de oogmake-up, want ik heb een best wel kleurrijk paletje. Van Planet Revolution heb ik hier het Revolutionary Energy Shadow Palette. Planet Revolution heeft allemaal van dit soort kleine oogschaduwpaletjes in echt een heleboel kleuren. En ik ben gegaan voor het felle kleurtje. En dit is dus het Energy Marble paletje. En dat is dus het meest kleurrijk paletje. Super enthousiast om dit paletje te gaan gebruiken. De paletjes zijn best wel duur. Ze zijn €18,95. Dus 19 euro is een beetje in de hogere prijskategorie voor Make-up Revolution. Dit is dan hoe de verpakking van het paletje eruit ziet. Het ziet er heel mooi uit. Ik vind dat groenige heel erg mooi. Zo dat gras of wat het ook is. Het doet me een beetje denken aan gras. En dan staat er op Planet Revolution Clean Evolution Beauty. En dat is er zo opgedrukt. Je kunt hem zo voelen. Het is een beetje zeg maar zo 3D. In de ingrediëntenlijst en de verpakking vind je geen schadelijke stoffen voor het milieu. En als je klaar bent met je paletje, als je op is, kun je het gewoon op een composthoop gooien. En dan gewoon het paletje recyclen. Dus het is echt compleet goed voor het milieu. En dat is echt toppie. In het paletje vind je slechts 3 glanzende kleuren. Dat zijn deze 2 grote kleuren en deze kleur hier is glanzend. En de rest van de kleuren zijn allemaal mat. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of dit paletje goed gaat werken. Ik hoop het wel. Vooral als je met dit soort felle kleurrijke kleurtjes werkt, moeten ze gewoon echt goed werken. Anders wordt het gewoon echt helemaal een bende. Ik heb nog geen idee wat voor ooglook ik ga maken. Maar het wordt vast weer heftig. Maar vooralsnog vind ik het er allemaal echt heel mooi uitzien. Ik vind het ook echt zo heel fijn liggen in de hand. Je kunt het echt zo makkelijk vasthouden in je hand. En je zo snel opmaken. Nou, laten we even inzoomen op de ogen. En dan gaan we snel beginnen. Oké, ik ga allereerst beginnen met het primen van mijn oogleden. Daarvoor gebruik ik deze MAC Soft Ochre Paint Pot. Ideaal om je ogen mee te primen onder oogschaduw. Ik ga een hele kleurrijke smoky eye look maken met hier andere kleurtjes dan hier. Maar het is wel precies dezelfde soort smoky eye look. Alleen ik ga dus bij allebei de ogen andere kleuren gebruiken. Dus ik kan letterlijk bijna elk kleurtje in het paletje vandaag gaan testen. Ik ga beginnen met het rechteroog. En ik ga beginnen met deze gele matte kleur. De kleuren hebben geen kleurnamen, maar hier achterop staan wel getallen. Dus elke kleur heeft een getal. En sommige kleuren zijn pressed pigments en sommige kleuren zijn normale oogschaduwen. De kleur die ik nu ga gebruiken is een pressed pigment. Ik ga 3 kleuren naast elkaar aanbrengen en ik ga beginnen met deze gele kleur. Die breng ik aan zo in de binnenste ooghoek. Daarnaast ga ik deze oranje matte kleur aanbrengen. Nou, tot nu toe gaat het echt prima. Er komt best wel wat pigment af. Dat is best wel goed voor een betaalbaar paletje. Of ja, betaalbaar. 19 euro. Valt dat nog in de betaalbare categorie? Wat vinden jullie? Vinden jullie een paletje van 19 euro nog betaalbaar? Ik vind het een beetje op de grens. Ik vind nog wel dat het in de categorie betaalbaar valt. Omdat het absoluut niet duur is. Maar het is... Nee, ik vind het een beetje in de middencategorie vallen. Niet duur, maar ook niet heel betaalbaar. Gewoon echt in dat middensegment een beetje. En dan als laatste kleur breng ik de roze matte kleur aan. En die breng ik dan zo aan hier in de buitenste ooghoek. Nou ga ik met deze platte fluffy kwast alles uitblenden. Dit is de Boozy Shop UP24 kwast. En dan pak ik gewoon alle kleurtjes en dan ga ik gewoon zo blenden bij de randen.
Nou, als ik jullie zeg dat dit extreem makkelijk uitblenden, dan overdrijf ik gewoon niet. Wauw, dat had ik zo niet verwacht. Zo'n ooglook maken is niet echt heel makkelijk. Alles moet echt heel goed blenden en gepigmenteerd zijn om er goed uit te laten zien. Maar dit ging echt heel erg goed. Wauw. En wat ik dan als laatste nog doe om het allemaal nog wat heftiger te maken. Ik heb nu dus alle randen zo uitgeblend. En nu ga ik alle drie de kleuren zo hier opnieuw erop pakken om het weer heftig te maken. Maar ik kom niet bij de randen, anders is het blending weer echt voor niks. En dan moet ik weer opnieuw gaan blenden. Dus de randen laat ik gewoon met rust. Echt heel erg mooi dit. Oeh. Oké, nou ga ik beginnen aan het andere oog. Ook hier ga ik weer drie kleuren smoky aanbrengen. Ik ga beginnen met deze groene matte kleur. Daarnaast breng ik deze blauwe kleur aan. En dan als laatste deze paarse matte kleur. En dan ga ik nou weer alle randen blenden. Nou jongens, dit ging op zich ook gewoon echt wel goed. Deze kleuren waren alleen iets moeilijker om mee te werken dan deze kleuren. Maar dat komt ook omdat dit iets moeilijkere kleuren zijn over het algemeen. Maar voor de rest, ik vind het er echt heel mooi uitzien. Het ging allemaal heel goed. De kleuren zijn goed gepigmenteerd. Ze blenden ook gewoon goed mee. I love it. Oké jongens, daar ben ik weer. Ik heb een winged eyeliner aangebracht en nep wimpers. De wimpers die ik op heb zijn Lashtastic van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boozy Shop. Echt super mooie wispy lange wimpers. I love it met deze look. Ik ga de ooglook zo meteen afmaken, maar ik ga eerst beginnen aan de gezichtsmake-up. En ik ga beginnen met dit gezichtsserum. Dit is de Planet Revolution Clean Hydrating Face Serum. Dit werd verkocht bij skincare, niet bij make-up. Maar ik heb hem toch alsnog gewoon besteld, want ik wilde hem gaan proberen onder mijn make-up. En dit is dan hoe het eruit ziet. Een heel mooi wittig, doorzichtig potje. Dit is dus een gezichtsserum met hyaluronzuur. En dat betekent dat het heel veel hydratatie gaat geven aan je gezicht. En het is specifiek gericht op de droge huid. En dat heb ik, dus deze ga ik zeker gebruiken. Ook zou het je een hele mooie glow moeten geven over je gezicht, dus ik ben benieuwd. Het ruikt een beetje naar citroen of zo. Er staat dat je hem kunt aanbrengen onder make-up zoals ik vandaag doe. Maar je kunt hem ook gewoon alleen aanbrengen op je no make-up days voor gewoon een mooie glowy basis. Hij voelt een beetje plakkerig aan. Hij geeft inderdaad een hele lichte glow. Niet echt heel veel. Het is wel heel subtiel. En dat plakkerige is wel fijn voor onder je make-up. Maar ik denk dat als je geen make-up draagt het niet heel fijn is als het zo plakkerig is. Maar ik ga het eventjes laten intrekken en dan eventjes zien of dat plakkerige weggaat. A few moments. Nee, het blijft echt een beetje plakkerig, waardoor ik hem echt alleen maar zou gebruiken onder make-up. Dan heb ik hier een balm. Dit is de Planet Revolution Everything Balm. Dit is gewoon een balmpje die je voor alles kunt gebruiken. Elk droog plekje dat je hebt op je gezicht, je lippen, op je lichaam. Je kunt hem gewoon overal voor gebruiken. Er zit aloe vera in en olijfolie, dus lekker fijn voor je huid. En het is echt een super grote verpakking. Oh my god, ik zweer het, als je het ziet op de website, ik verwachtte echt gewoon zo'n kleine balm. Of zo, maar hij is echt super super groot. Je kunt hem gebruiken voor je gezicht, je lichaam en voor je haar. 80 milliliter, dus hier kun je echt wel eventjes mee doen. Wat ook fijn is, is dat overal op staat hoe je het kunt recyclen. Bijvoorbeeld deze is gewoon helemaal te recyclen. En hierop staat bijvoorbeeld dat het potje en de dropper kunnen worden gerecycled. Maar dat dit ding hier omheen gewoon in de prullenbak moet. Dus heel fijn dat er overal een soort van klein uitlegje bij staat. Ik ga even de ballon die ik op mijn lippen heb eraf halen. En dan ga ik sowieso deze ballon voor mijn lippen gebruiken. Ik ben ook hier aan het vervellen. Ik denk dat ik het ook hierop wil gaan doen. Kijk, zie je hoe droog het hier allemaal is? Ik ben hier allemaal aan het vervellen. Ik ga het gewoon ook hierop aanbrengen. Het ruikt ook echt weer heerlijk. Het voelt een beetje zo dikkig aan. Nou, het ziet er hier echt al een stuk beter uit. Kijk hoe hij dat droge helemaal heeft weggehaald. Ik zal even een before en after in beeld knallen. Kijk even dit verschil. Wow, I love it. Dat heeft echt heel erg goed geholpen. Dan ga ik altijd een beetje aanbrengen op mijn lippen. En dan wat er nog op mijn handen zit, smeer ik gewoon zo in over mijn hele handen. Ik heb verder geen droge plekjes of zo, dus voor nu is het gewoon dit. Hij is alleen wel te vol. Kijk, alles wil er gewoon zo heel te uit. Ze hebben hem echt veel te vol gemaakt. Dat is niet zo handig. Nou, dat voelt echt heel fijn aan. Het is ook niet plakkerig of vettig of zo. Het gaat ook echt helemaal zeg maar in de huid. Het is niet zo'n vies vettig laagje dat op je huid blijft zitten. Dat vind ik heel erg fijn. Het heeft hier echt een groot verschil gemaakt. I love it. Oké, het volgende wat ik kan gebruiken is een cream blush. Dus ik ga even mijn gezichtsmake-up doen zonder te poederen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ik heb mijn gezichtsmake-up gedaan. Ik heb foundation aangebracht, concealer en cream contour. Ik heb nog helemaal niks gepoederd. Want we gaan nu in met deze blush. Dit is de Planet Revolution Color
pad. En dit is voor zowel je wangen als je lippen. Dus je kunt het ook aanbrengen als lipbalmpje. Heel erg leuk. Ik heb hem in de kleur Peach Breeze. Maar er zijn echt een heleboel kleurtjes. Kijk hoe schattig dit potje eruit ziet. I love it. Ik heb dus zo'n hele mooie peachy oranje-achtige kleur gekozen. Want die vind ik denk ik het beste staan. Nou, laten we het gaan proberen jongens. Dit is de kwast die ik normaal gebruik voor cream blush. Maar ja, ik weet niet of dit erin gaat passen. Ik kan het misschien ook gewoon doen met mijn vinger. Oeh, het voelt echt heel creamy aan. Ik weet niet of dit te licht gaat zijn. But we will see. Ik breng het gewoon zo lekker snel aan met mijn vinger. Het blendt echt heerlijk uit. Het smelt gewoon zo helemaal weg in mijn huid. Ik ga iets meer aanbrengen. Het voelt een beetje zo vettig aan. Heel deze lijn is echt denk ik ideaal voor mensen met een droge of een normale huid. Het is allemaal best wel vettig. Ik denk dat iemand met een vettige huid het niet fijn zou vinden. Maar kijk hoe mooi dit is. Kijk wat een mooie dewy glans dit geeft. Zien we dit zo? Wauw, dit is echt heel mooi. Ik ga het ook aanbrengen op de lippen. Ja, voor de lippen is het ook fijn. Alleen ik vind deze kleur mij niet staan. Het is veel te licht voor mijn lippen. Zie je dit? Ik denk dat als ik een donkerdere kleur had gepakt, het heel mooi ging zijn op de lippen. Maar het voelt wel echt heel fijn aan. Het geeft echt een prachtige glow. Ik breng gewoon nog meer aan. Oh mijn god, ik ga nou echt weer zwaar overdrijven. Jullie gaan weer zien dat ik er straks echt uitzie als een clown. Jullie weten, ik hou van cream blushes. En als je me echt volgt, dan weet je ook dat ik nooit een goede betaalbare cream blush kon vinden. Al mijn goede cream blushes kosten wat. Dus ik was elke keer op zoek naar een goede cream blush. En ik denk dat ik het nou heb gevonden. Deze is echt heel mooi. Let wel op, hij is echt super glanzend. Zie je dat? Het is echt een super, super glanzende blush. Dus als je daar niet van houdt, ga je hem niks vinden. Maar ik hou daar wel echt van. Ik vind het echt super mooi. Dit zou ook echt prachtig zijn met een hele naturel look. Nou, mijn hele gezichtsmake-up is echt helemaal af. Nu ga ik mijn ogen afmaken. Ik heb ook nog nieuw hier een oogpot, een loodje van hun. Dit is de Planet Revolution Color Crayon in de kleur Nude. Deze hebben ze in een heleboel kleurtjes. En ik ben gegaan voor de kleur Nude. En deze ga ik aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Wow, dit heeft het echt heel erg nude gemaakt. Zien we dit? Ik heb een beetje trare oogjes, want die ventilator die ik hier heb staan, de wind waaide zo vol in mijn ogen net. Maar kijk even hoe nude hij het heeft gemaakt. Zien we dit? I love it. En dan ga ik letterlijk alle matte kleuren die ik hier heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan pak ik deze grote glanzende kleur hier. En die breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. Oeh, die is echt super glanzend. I love it. En dan met het beetje wat nog op de kwast zit, breng ik die glanzende kleur ook zo aan onder mijn wenkbrauwen om ze een beetje te liften. En dan nog een beetje mascara op de onderste wimpers. En dan ben ik klaar met de ooglook, maar ook met de hele make-up look. Nou jongens, wat vinden we ervan? Wat vinden we van de make-up look, van de producten? Deze video ging ook weer heel erg goed. Ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd al mijn review video's gaan echt heel erg goed. Ik heb bijna geen slechte producten meer ontdekt. En in deze video ook weer niet. Het ging echt super goed. Het paletje waar ik het onzekerst over was, werkt echt heel erg goed. Kijk deze look. En het is echt geen makkelijke look om te maken ofzo. Maar het ging gewoon echt heel erg goed. De blending goed, de pigmentatie was goed. Vooral voor deze prijs was het echt een cute paletje. En deze cream blush, dit is de eerste betaalbare cream blush die ik goed vind. Het heeft echt een hele mooie glans. Het enige wat ik niet per se aanraad is deze hydrating serum. Er zijn echt honderden serums die echt veel beter werken. Waarvan ik echt gelijk zie dat ze echt hydrateren en een goede glow geven. Deze was een beetje minimaal in alles. Dus dit is het enige wat ik niet per se aanraad. Ik ben echt heel erg blij met hoe het is gegaan. Laat me weten wat jullie vinden van deze hele lijn. Wat vinden jullie ervan dat alles zo duurzaam is en echt is gericht op het milieu? Ik vind dat iets heel goeds. We zouden allemaal met z'n allen ietsje meer moeten denken aan het milieu. Want we zijn het wel allemaal een beetje aan het verkloten met z'n allen. Dus ik ben heel blij dat er ook weer een beetje aandacht wordt besteed aan het milieu. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld. Je kunt gaan kijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!